So Charles, whose stick had been slashing the beach for half a mile or so, began skimming flat pieces of slate over the water. And John, who had exclaimed, "Politics be damned," he began burying his fingers down into the sand. And his hand went further and further beyond the wrist, so that he had to hitch his sleeve a little higher. His eyes lost their intensity, or rather, the background of thought and experience which gives an inscrutable depth to the eyes of grown people disappeared, leaving only the clear, transparent surface, expressing nothing but wonder, which the eyes of young children display. No doubt the act of burying his hand in the sand had something to do with it. He remembered that, after digging for a little, the water oozes round your fingertips. The hole then becomes a moat, a well, a spring, a secret channel to the sea. As he was choosing which of these things to make it, still working his fingers in the water, they curled around something hard, a full drop of solid matter, and gradually dislodged a large irregular lump and brought it to the surface. When the sand coating was whipped off, a green tint appeared. It was a lump of glass, so thick as to be almost opaque. The smoothing of the sea had completely worn off any edge or shape, so that it was impossible to say whether it had been a bottle, tumbler, or a window pane. It was nothing but glass. It was almost a precious stone. John was determined to possess it. Goedenavond. Wij hebben onze lezing opgespannen eigenlijk tussen twee teksten. Dat is redelijk spontaan ontstaan. Halewijn dacht redelijk snel aan een tekst. Ik dacht ook, die tekst zou geestig zijn. Nu, het plezante is dat dat eigenlijk twee tegenstelde inhouden zijn die naar voren kwamen. En eigenlijk hebben we dat gedaan om ons werk in vraag te stellen. Eigenlijk wat dat er in ons zit, wat dat onze drijfveren zijn. En dat eigenlijk te confronteren met ons werk, zodanig dat wij iets hebben om over na te denken en eigenlijk ook onze gedachten een klein beetje moeten in bochten wringen en nadenken over deze lezing. We gaan beginnen met een klein project. Dat is eigenlijk een project waarin wij zelf als architect of ontwerper een beperktere rol hebben gehad. Dat waren epoxystonen voor Xavier de Geijter. Eigenlijk, Xavier had een idee voor een school in Gent, voor een betonnen wand, in zichtbeton, om daar een soort van travertijnporie in onder te brengen. Dus eigenlijk een soort van gaten van zeer onregelmatige vorm. En voor die gaten dan massief te maken in een translucente materie. Met die vragen zijn er ons gekomen en dan hadden wij de uitdaging van... Hoe gaan we dat maken? Dus eigenlijk echt productontwikkeling daarvoor gedaan. En eigenlijk het budget voor kunst opgesoupeerd voor dat project. Uiteindelijk is dat een zeer dure aangelegenheid, zo kunststofblokken maken. Dus de droom van een zeer geperforeerde of een wand met heel veel poriën te hebben, is het uiteindelijk beperkt geweest tot een viertal grootschalige objecten die in de wand zijn opgenomen. En dan begint het voor ons. Eigenlijk wisten wij van niet veel. Dus we hadden zoiets van, ja, weet je, dat gaat wel lukken. En dan beginnen wij op een zeer kleine schaal testjes te maken, mock-ups, van hoe gaan we de mallen bouwen, welke harsen gaan we gebruiken om te gieten, hoe moeten die harsen gegoten worden, enzovoort. Dus dat is letterlijk, beginnen wij met zo'n klein dingetje. De eerste stapjes. Van hoe gaan we dat samenstellen? Het moest aan zeer veel verschillende bouwfysische eisen ook voldoen. Waarbij dat niet mocht dat het water, het regenwater naar binnen komt. Anderzijds moest het kunnen bevestigd worden aan in de bekisting, zodat de zichtbetonnen wand kon gegoten worden. En al die factoren moesten we eigenlijk
worstelen om te komen tot waar we uiteindelijk zijn geraakt. Dat was dit. Dus eigenlijk, het procedé bestond erin om met een gloeidraad en een schuimblok langs beide kanten een plan af te lopen. En zo kreeg je dan eigenlijk naar gelang de snelheid die de ene persoon of de andere heeft, eigenlijk een compleet onregelmatige vorm die ook telkens anders is. En daar moesten dan ook nog die zijdelingse blokken hierop zitten voor de montage te kunnen doen. Een soort van monnikenwerk. Dat zijn dan eigenlijk de positieve vormen, waar we dan een negatieve bal gaan trekken, om dan opnieuw dat op te gieten met kunsthars. Die kunsthars, die mocht ook, die konden we niet in één keer gieten, want dan zou die veel te snel uitharden, dus dat moest in dunne laagjes gegoten worden. Daar zijn we heel lang mee bezig geweest. Dit is nog het procedé eigenlijk van het verven van de positieve mal, zodanig dat we dat dan kunnen met siliconen aangieten eigenlijk, waar we dan nog eens een polyesteren huid hebben rondgedaan voor de stabiliteit. En dan nemen we de kunststoffenblokken weg en dan schiet eigenlijk de negatieve vorm over. We hebben een soort van broedplaats gehad in ons atelier van die vier stukken. Daar zijn we maand mee bezig geweest om die op te gieten, waarbij dat je iedere dag 1 centimetertje moest gieten en dan even wachten, luchtbelletjes eruit prikken. Maar op een duur bouw je er wel een emotionele band mee op. En op een bepaald moment werd het voor ons echt interessant. Het moment waarop eigenlijk de productontwikkeling stopt en dat er eigenlijk gewoon nieuwe momenten ontstaan in het ontwerpproces, dat je het onverwachte tegenkomt. En dat is eigenlijk een van de redenen waarom dat wij graag zaken maken. Omdat je in het maakproces kom je zaken tegen die je anders niet tegenkomt dan je computer of aan je tekentafel. Dus je wordt geconfronteerd met een tussenstadia dat soms mooier is dan het eindstadium. In dit geval was dat dan eigenlijk het interieur van die blokken die we opgoten met hars, waarbij dat er echt een soort van fjorden ontstonden. Wat we dan effectief later in een project in China, hebben dat gerecupereerd, dat idee. Hier zie je de gelaagdheid eigenlijk van die kunststofblokken. Uiteindelijk werden die dan op multiplex platen gemonteerd, zodanig dat ze transporteerbaar waren. Dus dat was voor ons een fantastisch moment dat die dingen klaar waren. Want eigenlijk was die werf, dat toch een serieuze werf was, afhankelijk van onze timing. Met die blokken moest dat fout zijn gelopen, dan hadden we daar ernstig in de problemen gezeten. En dat is dan eigenlijk het zeer zachte resultaat eigenlijk. Ik zou niet zeggen dat daar zoveel werk in zit. Maar het is wel tof omdat je in die blokken een andere lichtbreking hebt, waarbij je, dat je eigenlijk achter de hoek kan kijken. Dat is van binnen naar buiten gekeken. Bon. Een nieuw literair momentje. We die containing a richness of lovers and tribes, tastes we have swallowed, bodies we have plunged into and swum up as if rivers of wisdom. Characters we have climbed into as trees, fears we have hidden in as caves. I wish for all this to be marked on my body when I'm dead. I believe in such cartography, to be marked by nature, not just to label ourselves on a map like the names of rich people, rich women and men on buildings. We are communal histories, communal books. We are not owned in our taste and experience. All I desired was to walk upon such an earth that had no maps. Dat is een extract van The English Patient. Eigenlijk een heel mooi boek. Nu, dat is een fragment dat ik een tijdje, eigenlijk al een heel deel van mijn leven meedraag. En dat ik heel mooi vind, omdat dat een soort van staalharde poëzie inhoudt, die
recht vooruit is, waarbij dat je eigenlijk de waarde van de materie of het materiële zoveel mogelijk ontkent en gewoon borst vooruit door het leven gaat en eigenlijk nergens probeert die vlag in te planten. Dus dat je echt gewoon geniet met volle teugen en niet probeert territoria af te bakenen of mensen te bezitten of u toe te eigenen of grenzen te trekken eigenlijk. Op het eerste zicht is dat zeer anti-architecturaal en zou ik kunnen zeggen, in godsnaam, waarom doe je dan wat je doet? Waar we toch wel materiële dingen ook maken. Maar toch, op een manier zit dat erin verwerkt. En dat heeft ermee te maken dat, dat in de plaats van dat het geheugen in de materie zit, zit dat eigenlijk in de tekst, zit dat in het lichaam. En aan het einde van je leven draagt je lichaam eigenlijk alle sporen van al datgene dat je hebt meegemaakt. En eigenlijk verwacht ik op een manier ook hetzelfde van de objecten. En vandaar denk ik, is voor ons ook belangrijk dat materie eigenlijk getekend wordt door gebruik. Het betekent ook ergens het strippen tot de essentie, letterlijk dan. Waarbij dat je zo zuiver mogelijk door het leven gaat en dat eigenlijk ook van een object verlangt. Dus dat je eigenlijk niet te veel decoratie eraan hangt, maar gewoon heel zuiver dat object tracht zichzelf te laten zijn. En daar ook nog eens een draai aan geven, eigenlijk, zodanig dat dat voor de gebruiker ook een uitdaging is. Dus dat dat een soort van individualiteit heeft, dat object, en dat de gebruiker daar ook mee moet omgaan. In de tekst zit er ook een soort van subliem karakter, waarbij dat de mens eigenlijk in de kleinschaligheid, het nietige van de mens, eigenlijk staat ten opzichte van de oneindigheid van de natuur en het massieve van de kracht van de natuur. En ik denk, ja, dat is gewoon fantastisch. Ja. Nu, hoe zou dat een weerslag kunnen vinden in de dingen die we doen? Ik denk het maakproces, het feit dat je die dingen maakt met je eigen lijf, maakt ook dat je die objecten tekent met je handelingen. Dus eigenlijk als je zelf een mal maakt, dan ga je dat echt beeld houden eigenlijk met je lijf. En draagt dat ook imperfecties mee. En op zich wordt dat daardoor een heel uniek ding, dat iets totaal anders is dan een geïndustrialiseerd product. Daarmee krijg je eigenlijk ook heel ruwe elementen. Die zeer uniek zijn. En die ook een zekere kracht uitstralen daardoor. Gorduna Kai is een bijzonder project. Wij werden gevraagd door een bouwheer om na te denken over een manier om een woning die hij gekocht had, om die toch zoveel mogelijk te kunnen bewaren, hoewel dat de bouwkwaliteit van die woning heel slecht was. Maar eigenlijk, als ik dat goed begrepen heb, hebben ze die woning gekocht in een soort van romantisch verlangen, een beeld. Dat was een heel grote, rozekleurige villa aan de stadsgrens van Gent. En ook een beetje een Franse stijl. En het ging eigenlijk over zo die, wat dat precies maakt dat zo wat Frans aandeed, die kleur roze, zo de setting in een redelijk statige tuin en zo. Dat maakte eigenlijk dat zij aangetrokken geweest zijn door dat gebouw. Maar tegelijkertijd beseften ze dat ze dat eigenlijk niet konden bewaren. En ze hebben ons de vraag gesteld van kunnen we een soort denkoefening doen, hoe dat we daar zouden kunnen mee omgaan. En dit is eigenlijk een... dus dat pand heeft een zekere historiek. Dus dat is een eerste beeld dat daarvan bestaat. Intussen is dat gekopieerd geweest eigenlijk. Is er een vleugel bijgekomen. En de essentie van dat project is het is een zeer gevoelskwestie eigenlijk, hoe dat we daarmee omgegaan zijn.
En dat soort beelden ondersteunt dat eigenlijk. Dat heeft ook heel lang leeg gestaan, dat is eigenlijk echt verloederd op een manier. En dat roze is, ik denk dat veel mensen in Gent dat gebouw kennen. En die kleur roze is heel belangrijk daarin. Maar eigenlijk is dat iets ook dat in de loop van de tijd heel veel veranderd geweest is. En dat zie je achter de luiken, bijvoorbeeld. Dus hoe gaan we daarmee omgaan? Hoe kunnen we dat gebouw, dat eigenlijk in heel slechte staat is, toch bruikbaar maken? We hebben een vrij radicaal idee. Maar we hebben dat niet als een soort folie bedacht, maar we waren eigenlijk heel ernstig in. Dus we gingen een manier ontwikkelen om een afgietsel te maken. Dus eigenlijk een afgietsel van die woning ter plaatse gerealiseerd. Dus in een maquette, hoe dat je dat in een maquette maakt, zegt iets over hoe dat je dat in het echt ook zou moeten maken. Dus de siliconen. En de siliconen moeten we wat verdikken en steun geven, omdat het op zich heel zacht is. En dan schieten we daar plaster bij, zodat die vorm blijft. En vervolgens nemen we die steun van die plaster eraf. Al dan niet. In elk geval, je haalt je positieve mal eruit. En dan gieten we daar porselein in. Dat is eigenlijk de achterkant. En dat is dan het resultaat aan de voorkant. Wat ik heel fascinerend vind, omdat dat een project is dat zoiets heel dromerig heeft, maar wij hebben dat eigenlijk wel heel ernstig genomen. Dus wij waren echt aan het wachten. Goh, en zou ze het nu doen zo of niet? Enfin, het is niet doorgegaan, maar het heeft niet veel gescheeld. Dus we hebben ook een paar plannen ontwikkeld, of verschillende principes, hoe dat we dat programma zouden kunnen oplossen. Maar in twee varianten eigenlijk. Links een variant die mij, dus waarin dat feit dat je dat opgiet deel is van hoe dat je ruimtes gevormd zijn. En aan de andere kant eigenlijk ruimtes die heel hard vanuit de perspectieven en de dynamiek van de omgeving die zich eigenlijk inkrast in de ruimtes. Volgende projectje. Ja, op een zekere dag kregen we een mail uit China. U hebt gewonnen. U kunt meedoen aan een fantastisch architectuurproject waarbij dat er 100 internationale architecten geselecteerd worden om een soort van gigantische villa-wijk te bouwen in het noorden van Inner Mongolië. Wij hebben die mail eigenlijk min of meer geclasseerd. Gelukkig waren er een aantal Belgische bureaus geselecteerd, waaronder ook Jan de Veilder. We kregen een telefoontje van Jan, zeggen hebben jullie die mail ook gehad? Toch die mail nog eens gelezen. Bleek dat toch geen onzin te zijn. Erop gereageerd en denk ik een maand later zaten wij in China. Op zich was dat tof. We zijn aankomen in Peking, een zeer mooie stad. Compleet anders dan hier. Zeer grootschalig en kleinschalig tegelijkertijd. Agrarische zit daar in het midden van de stad. Echt de moeite om een keer naartoe te gaan. Na een beetje toerisme werden wij dan uiteindelijk ontvangen. En met vliegtuig naar het noorden van China om dan geëscorteerd te worden onder politiebegeleiding doorheen de woestijn. Men had er niet beter op gevonden, dat doet men veel in China, om ergens waar dat er veel grondstoffen onder de grond zitten, daar bouwt men dan gewoon een stad. Dus zodanig dat ze maar de steenkool hoeven boven te halen, of de aardgas, en dat ze alles bij de hand hebben. Dus eigenlijk het belang van de plek, van de bewoner, is daar echt van geen tel. Dus het is eigenlijk vooral de grondstoffen die bepalen waar dat er wordt gebouwd en de mensen volgen. Dan importeren ze gewoon een hoop boeren en dergelijke meer daar naartoe. Arbeidskrachten die eigenlijk compleet niet opgeleid zijn. En dan begint men te bouwen met zeer veel mankracht.
en niet zoveel efficiëntie. En ontstaan er wijken zoals je hier ziet, neoclassicistische zaken. Dit is de plek. Eigenlijk een stuk woestijn. In de toekomst ging daar een zeer grote waterpartij langskomen, waardoor dat die plek een zekere idylle meekreeg. Het museum stond er al. Om een voorbeeld te geven, het museum is vanaf ontwerpproces tot en met oplevering heeft 2 maanden geduurd. Dus ze bouwen daar zeer snel, maar absoluut niet kwalitatief. Dus eigenlijk bij oplevering lijkt het alsof het er al 10 jaar staat. Dit is de plek. Uiteindelijk was dat een project waarbij dat er een zeer rijke industrieel zich had laten bijstaan door Ai Weiwei, die het curatorschap deed, om een concept te bedenken. Ai Weiwei heeft dan op zijn beurt Hertog en Dumeron gevraagd om een selectie te maken wereldwijd van jonge bureaus, goede bureaus, beeldenstormers, een soort van allegaartje van mensen. Die dan werden geïnviteerd in 2 fasen naar daar. Die een perceel met de loterij kregen toegewezen en die dan aan het ontwerpen mochten gaan. Eigenlijk, er waren zeer weinig stedenbouwkundige regels. Aantal bouwlagen was opgelegd, zo afstand die je moest hebben ten opzichte van de perceelsgrens en voor de rest een organigram met hoeveelheid aan vierkante meters voor welke ruimte. Totaal was het iets boven de 1000 vierkante meter per villa dat je moest gaan. Dat is ook wel met personeelswoning en alles inclusief. Een toilet, 8 vierkante meter, het was zeer ruim. Wij hadden perceel 28. Dit zijn ongeveer de bouwvolumes met de positie van de villa's op het terrein. En dat raar dingetje dat je daar ziet liggen, dat zijn wij. Dat was eigenlijk zeer boeiend om daar te zijn, omdat er werden conferenties gehouden waarbij dat er werd gediscussieerd over hoe ga je omgaan met zoveel architecten samen. Ga je collectief beginnen denken? Ga je samen energieconcepten bedenken? Allemaal van geen tel eigenlijk. Dat lukt gewoon niet om daarover na te denken. Dus iedereen is gewoon naar huis gegaan met zijn perceel. En ik denk op vliegtuig hebben wij dan min of meer de reflex gehad van... We gaan onder de grond bouwen. Omdat je daar een zeer hoge densiteit hebt. Je hebt daar een zeer hard klimaat. Waarbij dat er extreme temperatuurverschillen zijn. Van overdag pakt plus 50, 's nachts min 40. En historisch gezien was het primitieve antwoord daarop onder de grond bouwen. Omdat je dan een zeer hoge inertie hebt. Automatisch ben je afgescheiden van sterke winden, harde winden, koude winden. Het enige gevaar dat je hebt eigenlijk, is dat je woning gewoon volop met zand. Zo op zoek naar een reden. We hebben dat project gedaan met Christophe, die hier zit ook. Die heeft zich er heel hard mee uitgeleefd. Tal van oplossingen te bedenken. Er zijn zeer veel ontwerpen de revue gepasseerd. Dit is onder andere iets dat te maken heeft met het beeld dat we u er straks hebben laten zien van die epoxystenen. Dus het idee was een woning te maken die rond een centrale patio is georganiseerd, maar die dan wel op een manier ruimtelijk interessant is, waarbij dat je eigenlijk continu geconfronteerd wordt eigenlijk met je eigen woning waar je zit op te kijken. Maar tegelijkertijd staat op een lichthellend terrein waarbij dat je toch vanuit de leefruimtes over de woning aan de andere kant dan kon kijken. Dit was het plan. Je ziet dat er zeer dikke wanden zijn. Dat heeft ook te maken met dat we wouden teruggrijpen op een lokale bouwtechniek. Van rammed earth, waarbij dat je een mengsel gaat maken van zand, kalk en nog een aantal andere dingen. En dat je dat dan gaat aanstampen om een zeer primitieve, maar toch isolerende wand te maken. Dat idee is compleet in die end afgeschoten geweest in de uitvoerings... bij het opstellen van het uitvoeringsdossier. Heeft men gezegd dat dat niet kon.
Alhoewel dat toen wel dat er een zeer groot enthousiasme was. Want uiteindelijk hebben wij daar, zijn we dan terug naar China geweest en hebben we een voorontwerp voorgesteld. Groot enthousiasme. Maar dan, in China heeft men een compleet andere organisatie dan hier. Dus hier heb je als architect, doe je het ontwerp, bouwaanvraag, uitvoeringsdossier, gevolgd de werf op. Daar ben je als ontwerper eerder, je stopt eigenlijk bij het initiële beeld van het gebouw. Zijnde de gevel of het volume. En dan gaat dat daarna naar een officiële staatsinstelling, waar een paar duizend architecten werken. En die werken dat volledig uit. En eigenlijk heb je totaal niks te zeggen over waar dan een kolom staat, of hoe dik aan een kolom is, of hoe hoog dat die ruimtes zijn, ofzovoort. Dus een totaal andere manier van werken. En men heeft ons dan ook gezegd van, alsjeblieft, baseer uw ontwerp niet op zo'n zee van kolommetjes van 5 centimeter dik, want ze zullen sowieso 30 op 30 zijn. Maar toch doe je dat met een optimisme waarbij dat je ervan uitgaat dat het allemaal wel goed komt. Vandaar ook dat wij hebben gewerkt met die Ramped Earth, om van in de basis, vanuit ons ontwerp, eigenlijk direct met zeer brute detaillering te werken te gaan. Dat we zeker niet afhankelijk zouden zijn van fijne, oh, dat hoekje daar, maar dat echt zo eigenlijk over de kracht van het geheel gaat. Dat is de ontwikkeling van de façade van de binnenkoer. Uiteindelijk is er dan nog een ontwikkeling geweest waarbij dat plots dat er een mail komt. Ja, dus onder de grond, dat gaat toch niet echt lukken, want eigenlijk mogen leefruimtes niet onder de grond zitten volgens de Chinese wetgeving. Dus dan hebben wij heel het zaakje opgetild. Een snede doorheen de maquette. Maar ik denk, voor ons was dat een zeer interessante oefening, omdat we heel hard toen hebben gedacht vanuit de massa eigenlijk te gaan uithollen. Dus niet zozeer kolommen, wanden, platen, maar echt, je hebt de massa en je begint die gewoon uit te graven en zo maak je ruimtes. Hier is het al een heuvel geworden. Die reflex van onder de grond te gaan, dat kwam vooral door de densiteit. En dat ga je hier zien. Dus dit is wat er gebeurt als je een hoop architecten in de gang laat gaan. En iedereen heeft visualisaties gemaakt waarbij dat zij de enige in de woestijn waren eigenlijk. En dan uiteindelijk zet iedereen zijn maquette in de inpasmaquette en toen zijn zowel Haalwijn als ik zeer depressief naar bed gegaan. En de volgende dag waren we wel gerecupereerd en dan begin je te discussiëren en zo. Maar anderzijds ben ik ook heel kwaad geworden op de ene tip hier. Dat was een Fransman en die heeft daar een zeer slecht ontwerp gezet. En dat was echt een muur. In het zuiden ook. Een muur in het zuiden dat eigenlijk ons zicht op het nog te komen meer moest compleet afblokte. Dus ik heb dan ook gezegd dat ik hem zou afschieten eigenlijk en ik kon daar niet meer lachen. Maar het is ook in die zin dat het te maken heeft met het feit dat er bijna geen stedenbouwkundige regels zijn. En dat was eigenlijk interessant om te zien hoe dat je dan per mail en telefoon probeert om stedenbouwkundig in te grijpen eigenlijk. Ja, en ook, ik denk, wat er op een manier confronterend was, is de ontgoocheling. De moment dat iedereen zijn maquettes daar samenzet. Maar dat je dan uiteindelijk iedereen zijn uitleg hoort, dan begint er wel zo, ah ja, eigenlijk zit dat nog wel goed in elkaar. En op den duur zie je dat meer als een sociaal experiment. Van, oh ja, weten we wat we gaan dat doen? En we zien wel. Maar de crisis heeft daar anders over beslist. Dus uiteindelijk is onze bouwheer persona non grata geworden in China. Die is met de noorderzon verdwenen. En ook zijn dollars. Dus. Een lokaal project. Ja, Sea Mine Expeditie. Soms vragen ze ons, ja, doe je alleen projecten onder de grond? Maar dat is eigenlijk
heel, heel toevallig. Dus Sea Mine Expeditie is een project in Genk, in Winterslag. Het mijnhistorisch kader was voor ons heel exotisch. Dus er is heel veel gesloopt van de vorige, van de industriële installaties. En er werd ons eigenlijk gevraagd om een toeristische attractie te ontwerpen voor ongeveer 100.000 bezoekers per jaar. Wat echt heel veel is. En die 100.000 bezoekers zouden we moeten entertainen in twee gangen zoals dat we die hier zien. Dat zijn de geamputeerde ventilatietunnels of ventilatieschachten. Het is zo dat je, als je onder de grond zit, dat een van de belangrijkste dingen is verse lucht. En dus dit zijn eigenlijk kanalen van ongeveer 4 op 5 meter, tongewelven, waar dat heel grote ventilatoren op het uiteinde zaten en die zogen eigenlijk vervuilde lucht uit de mijn. En aan de andere schacht werd eigenlijk op die manier door onderdruk verse lucht ingeblazen. Dus dat zijn eigenlijk twee tunnels die nooit bedoeld zijn voor publiek of arbeiders of wat dan ook. Daar werd soms wel onderhoud in gedaan. Maar eigenlijk waren dat heel functionele tunnels in beton. En dus de wedstrijd ging over die twee armen. Dus wat dat initieel aangegeven was, is dat je hier vertrekt en afdaalt. En dat je hier van alles beleeft en dat je dan terug eruit zet. Dus dit is ongeveer 5 meter, dus dat is eigenlijk heel klein om 100.000 bezoekers per jaar in te entertainen. Nu, wij hebben eigenlijk getwijfeld, is dat wel iets voor ons? Omdat heel vaak zijn zo oplossingen heel multimediaal en hoogtechnologisch. Dus wij hebben gezegd van ja, maar wij gaan meedoen aan die wedstrijd. Omdat we wel veel appreciatie hebben voor het cultureel centrum dat 51 en Viré op diezelfde plaats ontworpen en gerealiseerd heeft. En dus dat sluit er eigenlijk bij aan. Maar we hadden voorgesteld in ons wedstrijdontwerp dat er nog een aantal heel interessante historische structuren in de site zijn, die we eigenlijk op een nieuwe manier, met nieuwe elementen, met elkaar willen verbinden, om eigenlijk een veel groter en een meer gedragen architecturale wandeling eigenlijk te ontwikkelen. Dus enerzijds hebben we een routing die we gemaakt hebben. Anderzijds hebben we een aantal inhoudelijke insteken gedaan om eigenlijk de inhoud of de ervaringen te versterken. Nu, het is een heel grote clichézin geworden ondertussen. Het is geen mijn museum, dus ook in de wedstrijd was dat nooit de bedoeling. Wij zijn wel vertrokken van een aantal condities en zaken die in dat historisch kader liggen. Maar we hebben geprobeerd om dat op een andere manier te vertalen. Dus het is eigenlijk een soort globaal plan. Je moet je dat situeren onder een plein. Nu, dat plan op zich toon ik eigenlijk niet zo graag, omdat dat een expeditie is. Dat wil zeggen dat je dat eigenlijk ontdekt. Dus, nog een wedstrijdmaquette. Dus dat wit vlakje is eigenlijk het cultuurcentrum. Of Sea Mine, met onder andere het cultuurcentrum. En gedaald hier af. Dus dat waren die twee tunnels die initieel voorzien waren. We hadden voorgesteld om twee zwart-wit tunnels mee te verbinden. De schacht, de voorschacht van de kleine schachtbok. Maar ook de schachtbok zelf te ontsluiten. En dat dat mee in één parcours zit. Een heel oude schemaatje van de wedstrijd is eigenlijk dat je binnenkomt op het plein. Dus daar begint eigenlijk ons traject. Je gaat het cultuurcentrum binnen, daar daalt je af. Je beklimt de schachtbok en dan keert je terug. We hebben een maquette. We hadden eigenlijk graag die maquette in de niche gezet hier, maar ze was te groot en te zwaar.
dat geeft een beetje een beeld van... dus je komt toe op dat plein en je ziet een aantal elementen. Eerste element. Tweede element. Dat plein zelf is ook heraangelegd. Je gaat uiteindelijk het cultuurcentrum binnen en we vertrekken eigenlijk aan een trap die heel breed begint, maar die eigenlijk heel smal wordt. En wat dat daar boeiend aan is, is dat we, ondanks het feit dat het een toeristische attractie is, is dat je heel vaak in bussen of in grotere groepen toekomt. Maar we hebben er eigenlijk hiervoor gezorgd dat de mensen één voor één die ruimte binnengaan. Dus hier zie je eigenlijk die grote ventilator. Dus die ruimtes zelf waren echt heel, heel mooi. We hebben getracht om daar met brutaal respect mee om te gaan. Er zijn ook stofafzettingen door de condens en de hoeveelheden vervuilde lucht die eigenlijk passeerden, zijn er heel mooie structuren ontstaan. Dus ik ga met jullie het traject doorlopen, wat je als bezoeker doorloopt, gecombineerd met een aantal stadia van maquettes die we gemaakt hebben, dan de realisatie en als het uiteindelijk af is. Ik hoop dat het een beetje een duidelijk verhaal is. Dus een eerste element dat je tegenkomt in die tunnels is het geheugen. Het geheugen is eigenlijk een element waarin we geprobeerd hebben om het menselijk verhaal centraal te stellen. We hebben aan 5 schrijvers gevraagd om een fictieve tekst te schrijven aan de hand van 2 objecten uit de historische mijnobjecten. Dus Stijn Meuris, Luc Ruwe, Paul Heijvaart, Pascal Platel en Bart Moeijert hebben eigenlijk een fictieve tekst geschreven. En, dus we hebben 5 klokken opgehangen, waarbinnen, ja, dat is zo'n uitvoeringstekening van zo'n klok. Dus 5 klokken waarin dat verhaal verbeeld werd in samenwerking met beeldend kunstenaars, fotografen, filmmakers enzovoort. Wat heel boeiend was in dit project is dat wij vaak heel hard betrokken zijn in de uitvoering of in het maken zelf. Het is een soort uit de hand gelopen hobby dat wij betonnen keukens maken en dergelijke. En het boeiende is dat in dat project, is ook een publieke opdracht en zo, is daar natuurlijk niet veel ruimte voor om zoiets te doen. Dus misschien daarom dat we wel zo maquettes maken die er dichtbij liggen. Maar het was wel heel boeiend, de mensen waarmee dat we samengewerkt hebben, de aannemers en de uitvoerders, hebben wel heel intens over die uitvoering en over de detaillering en zo kunnen samenwerken. Dus dat is een beeld van als het gerealiseerd is. Dus je ziet die 5 kokers of klokken die aan het plafond ophangen. Een volgend element dat je tegenkomt is een geluidscel. Dus dat brutaal respect waar ik van sprak, uit zich een beetje in de manier waarop we met die tunnels, hoe we die toch gemanipuleerd en aangepakt hebben. Dus we hebben een aantal geometrische openingen erin gemaakt. Dit is een achthoek door kernboringen te doen op die hoekpunten telkens. Dus eigenlijk als je in de tunnel naar boven kijkt waar dat ze geboord hebben. En vervolgens hebben ze met een diamantdraad hebben ze eigenlijk door die gaten gestoken. En dan zoals dat je boter of kaas snijdt met een draadje, hebben ze eigenlijk dat beton doorgezaagd. En dat was eigenlijk de enige manier. Nu, je ziet, het is nog niet helemaal perfect, maar de enige manier waarop we die hoeken konden maken zonder dat ze met een groot zaagblad 2 meter te ver moeten gaan om dat eigenlijk uiteindelijk volledig door te snijden. Voilà, en dan bonk, valt dat eruit. Dat is de geluidscel. De geluidscel, we hebben er eigenlijk gezocht naar een manier hoe dat je ervaring kunt intensifieren.
We hebben bijvoorbeeld, dit is een ruimte die gaat over geluid, waarin dat de visuele prikkels sterk op de achtergrond zitten. Dus het geluid is geïsoleerd van wat wij heel hard gewoon zijn, is altijd zo het multimedia beeld van zelfs een televisie, waar je beeld en geluid en alles samen hebt. Door die uit elkaar te trekken, beeld en geluid, willen we eigenlijk de verbeelding prikkelen. Dus door een oorgang, doordat we een gang gemaakt hebben die een slakkenhuis vormt, hebben wij zonder deur een akoestisch vrij goed afgesloten ruimte gemaakt, waarin dat we ook vooral kinderen eigenlijk de mogelijkheid geven om op basis van geluiden van de ondergrond, dus maar ruim de ondergrond, om daar eigenlijk mee aan de slag te gaan, om uw ruimte aan te passen afhankelijk van uw echo en dus een soort geluidsmachine. Die geluidsmachine, dus dat was dat gat dat we daarnet gezien hebben, steekt letterlijk door de tunnel tot op plein. En op plein is eigenlijk een soort bank, een grote bank, die meetrilt met de bassen die eigenlijk hierin gemaakt worden. Ruben Nachtegaal is eigenlijk iemand wat ik mee gestudeerd heb, die we gevraagd hebben om het volledige geluidsconcept mee te nemen. Of te ontwerpen. De geluidscel uiteengelegd. Dus een fantastische manier van werken, omdat dat zijn geen tekeningen die wij gemaakt hebben, dat zijn tekeningen die ons voorgelegd worden. Of dat we hier en daar nog iets willen aanduiden. Dus het is echt een zeer luxueuze manier om te werken. Een inspiratiebeeld voor die bedieningspanelen van het geluid. Dus we gaan terug een beetje verder in de tunnel. Het volgende element dat we tegenkomen is het panorama. Wat we daarnet over het geluid spraken, gaat dit eigenlijk over het beeld. En SeaMine Expeditie is eigenlijk een project dat ook heel veel met schaal te maken heeft. De schaal van de ingreep op het landschap van dat mijngebeuren, maar ook de schaal van de mens ten opzichte van die infrastructuur enzovoort. Dus schaal was eigenlijk een heel belangrijk aspect. En hier gaat het de schaal van het landschap, hoe dat het landschap eigenlijk in de geschiedenis geëvolueerd is. Ik vind het op zich een heel boeiend. Die is wel heel donker. Dus dat dat landschap zich zeer, zeer traag gevormd heeft over miljoenen en miljoenen jaren. En eigenlijk in een fractie is dat volledig gecultiveerd geweest, is dat ontwikkeld geweest door dat mijngebeuren. Dus eigenlijk door. Ja, echt zo'n aardkorst, dat is twee gaatjes. En door die twee gaatjes die ze geboord hebben, is er eigenlijk een ongelooflijke dynamiek ontstaan. Maar die eigenlijk ook maar heel kort geduurd heeft. Dus ze hebben in ongeveer 1900 de eerste kool ontdekt. En pak 15 jaar later beginnen uithalen. En begin jaren 80 zijn ze er al mee gestopt. Dus eigenlijk is dat heel kort geweest. Dus wat is dat panorama nu? Dat geeft een beeld hoe dat landschap veranderd is. Ik zal dat straks meer uitleggen. Dus dit is opnieuw zo de productie daarvan. Dat is bijvoorbeeld het verbindingsstuk naar de kijker die op het plein staat. En een mooie kalender. Dus die camera hebben ze in proef opgesteld. Een Nederlands bedrijf die dat gemaakt heeft. Dus wat gebeurt er? Dat kan ronddraaien in de ruimte. Dus als je duwt aan dat rond scherm, dus hier komt eigenlijk een projectie in. Hierin komt een projectie. Als je daaraan duwt, draai je eigenlijk met die kijker rond in de ruimte. En dan boven op het plein staat die periscoop die mee ronddraait. Dus je ziet, we filmen live het beeld op het plein. Anderzijds, als je aan dat wiel draait, dan keer je terug in de tijd. En Mathilde Geens... Kap heeft eigenlijk voor ons een collage gemaakt van 360 graden over ongeveer 170 miljoen jaar ontwikkeling van het landschap. Dus in heel veel panorama's, op een heel directe, collageachtige manier, hebben dat panorama, eigenlijk het landschap, hoe dat veranderd is, terug op die plaats gebracht. Het is een aantal beelden daaruit. Dus op basis van materiaal dat we gevonden hebben, veel postkaarten, oude
fotonegatieven en zo hebben we dat gereconstrueerd. Dus die panoramakijker in het echt. Dat is weer een werfbeeld, een beetje verder. Wat ik mooi vind aan die foto is dat je die rode gloed voelt in deze ruimte. Dat gaat over die plek, dat is eigenlijk onder de oude schachtbok. Dat is eigenlijk de plek waar dat de mijn effectief was. Dat is een van de twee schachten. Dat is eigenlijk hier naar beneden, 850 meter ongeveer. En we wilden op een of andere manier die schaal, die verticaliteit van die ruimte daar terug aanwezig stellen. Die heeft heel veel moeite gekost omdat ze dat met beton volgestort hebben, om dat daar onderuit te halen, om dat terug vrij te maken, omdat je tenslotte onder dat monument zit van die schachtbok. Dus als je naar boven, naar de onderkant van de schacht kijkt. En daar heb ik een perspectivische stolp opgezet. Dus in werkelijkheid is hij maar 4 à 5 meter hoog, maar dat is ongelooflijk uitgerokken. En onder u heb je eigenlijk een rooster met een echo-installatie. Dus we hebben... Nu gaan we eigenlijk uit die ventilatietunnel en de voorschacht. We hebben dus een aantal nieuwe structuren voorzien om eigenlijk oude elementen terug met elkaar te verbinden. En een van die nieuwe structuren is eigenlijk een doolhof. Dus wat ik heel boeiend vind aan dat project, is dat het gaat over de spanning tussen onder de grond, waar dat je om ruimte te maken materiaal moet wegpakken, en anderzijds boven de grond met de schachtbok, waar dat je eigenlijk materiaal moet toevoegen om een ruimte te maken. Dat doolhof, dat staat ook volledig geïnclineerd, zowel wanden als plafond. Dit zijn eigenlijk twee tongewelven, of twee tunnels naast elkaar, historische ruimtes waar de kompels mee naar de mijn gingen of van de mijn terug naar de waszalen gingen. We hebben daar enkel door geluid dat geëvoceerd. Dus we hebben door speakers eigenlijk het geluid van die wandelende kompels met hun conversaties en dan terug in die ruimte gebracht. En opnieuw is hoe dat we die ingreep doen, hoe dat we dat... Dit is nu wel mijn blad gezaagd. De brutaliteit is voor mij eigenlijk ook een vorm van respect voor... hetgeen dat ze gebouwd hebben. En dan kom je een klein beetje verder. Maar in elk geval, het is best om daar gewoon naartoe te gaan, want een lezing over dat project is natuurlijk maar een lezing. Dus op een bepaald moment begint er een trap naar boven te wentelen. Ja, stel je voor. Dus je zit eigenlijk in de binnenkant van deze helix-trap, gaat je naar boven. En kom je eigenlijk op een plateau, een eerste plateau van 15 meter. Dus wij hadden, het is eigenlijk heel lang niet zeker geweest of dat we die schachtbok mee in traject gingen krijgen, vooral budgetair, omdat initieel in de wedstrijd, dat kunt u wel voorstellen, ging dat enkel over die twee ventilatietunnels. Maar we hebben dankzij een aantal maquettes die we gemaakt hebben en dankzij een meeting die we georganiseerd hebben, waarin dat we eigenlijk de CD&V-fractie uitgenodigd hadden en die proberen overtuigen en ze meepakken in de werf en er een soort enthousiasme ontstaan en plots was iedereen mee en hebben ze dan toch groen licht gegeven. Dus een eerste manier, wat wij altijd gedacht hadden, is er is eigenlijk aan die schachtbok een oude diensttrap. En dat is een constructie die hierin zit en die draait zich dan rond die lift schacht. Maar het probleem is dat dat een trap was die niet veilig was, die te smal was en die we heel hard zouden moeten aanpassen. En omdat die schacht een monument is, hebben ze dat eigenlijk niet toegelaten en hebben we de kans gehad om eigenlijk een nieuwe trap te bedenken. We hebben drie verschillende trappen ontwikkeld. Eigenlijk een eerste trap
is die helixtrap. Dat is ook een maquetje daarvan. Een tweede type trap is eigenlijk een hangende trap. We noemen dat een visfuik. Eigenlijk gewoon omdat dat hier zo'n klein beetje een hyperbolische kromming heeft. En een laatste systeem is eigenlijk, als we hieronder in die oksel uitkomen, moeten we nog over die rand tot het plateau op 62 meter. En daarvoor hebben we eigenlijk een steektrap. Dus dat is echt een trap die een verlenging is van de tunnels onder de grond, met een zware, gestapelde trap in betonnen blokken. En de tweede is eigenlijk een hangende trap. Nu, wat ik wel goed vond aan dat idee, is dat uiteindelijk is dat een driepoot, een vrij unieke in de schachtbokkenfamilie. En dat we dat driepoot, dat we dat opnieuw een functie geven, namelijk door net dat te gebruiken als een element die die trap bepaalt. Dus de helix. Het is een constructie. Elke kleuter zou dat kunnen bouwen. Dat zijn eigenlijk gewoon blokjes met een gat in. En je schuift die over iets en je draait dat dan telkens een klein beetje. Maar dan wel met naspanning enzovoort. Dus dat is op zich een heel eenvoudig idee, maar dat toch vrij complex bleek in uitvoering. Wat ik ook fascinerend vind, is dat we voor die helixtrap een aantal versies gehad hebben en dat we eigenlijk omwille van budgettaire en structurele redenen een aantal keren moeten herdenken hebben, maar dat telkens het concept sterker en sterker werd. Of dat vinden we zelf althans. Het is ook een droom om naar zo werven te mogen gaan. Dus openingen voor de passieve wapening en de actieve wapening die nagespannen wordt. Een nachtmerrie voor de veiligheidscoördinator. Ja, en dat is een beeld dat ik wist van, dat zouden we op een bepaalde manier moeten vasthouden. Dus zo, allee, ik vond dat een heel schoon moment en dat heeft ons een beetje toe aangezet om dat net in dat moment in de werf eigenlijk in maquette te zetten. De tweede trap, dus de hangende trap, zijn eigenlijk ringen, zijn eigenlijk twee delen. Dus een kern die hangt met een wenteltrap er rond en dan een huid daar rond die eigenlijk zorgt voor de windstijfheid, dus de dwarsstijfheid. En we hebben eigenlijk met heel weinig materiaal, namelijk door staal vooral op trek te belasten, met heel weinig staal hebben we eigenlijk een heel hoge trap kunnen maken. Het is opnieuw fantastische werfmomenten als je naar de staalboer zijn eerste moot mocht zien. Dus er was wel stress, want ze hadden om die op plaats te zetten met een portaalkraan, heften ze die op. En als dat ophing, dan kwam er een soort cadans in. Dus al die, dat zijn eigenlijk L-profielen. Stel je voor dat je twee ringen verticaal verbindt en je draait daaraan. Dan komen die allemaal schuin te liggen, maar die draaien ook een beetje naar binnen. En zo is dat in twee richtingen. En dat zijn allemaal L-profielen die op zich niet met elkaar verbonden zijn. En er was een soort van dansing die daarin zat. Dus dat was een soort, wel een paniekmoment eigenlijk. Maar ze hebben dan een aantal van die elementen aan elkaar hangen met het gewicht. En eigenlijk door zijn eigen lengte en de trek die door het gewicht er zou opkomen, is dat eigenlijk gestabiliseerd. Met de excuses voor de mooie entree van 51 NVRE. Dus eigenlijk in twee weken tijd hebben ze die, nee, ik overdrijf, in drie weken tijd hebben ze die eigenlijk gemonteerd. Maquette. Dat is een heel belangrijk punt. Nu zitten we in die oksel helemaal van boven. En met hier zes bouten, telkens hangt eigenlijk die volledige trap op. Dat is gedubbelcheckt geweest, dat was in orde. Dus constructie, opnieuw
een groot avontuur. Ze hebben twee liften gekoppeld, zodanig dat ze eigenlijk met een plateau, hier zie je zo'n plateau waar dat zo een wenteltrap op staat, werd dat gewoon opgehoofd, zodanig dat ze eigenlijk het werkniveau ook mee naar boven ging. Dus telkens werd er een buitenmantel gehangen en daarna die kern daarin gemonteerd. Dat is ongeveer een maand en een half voor de opening. Dus tot de burgemeester toe waren ze wel heel hard in paniek. Dan de derde trap is eigenlijk een steektrap. Een heel klassieke trap, zoals dat je hem in een woning zou vinden. Dus dat element hier op de... is eigenlijk hetgeen dat hier van boven zit. Dus dat is eigenlijk beeld als de... als de af is. Dus je draait 13 keer naar boven. Dat is die steektrap. Waar je echt zweeft boven, boven het plein. Dan was er nog altijd niet zeker van, ja, hebben we het niet te uitdagend gemaakt? Gaan de mensen wel durven naar boven te gaan? Boven gaan, maar dat blijkt wel goed mee te vallen. En dan op plateau van 62 meter hebben we ook zo een duiding gemaakt van elementen die je in het landschap ziet. Dus door de contouren over te nemen, hebben we dat. Dus eigenlijk komt te zeggen dat het een opdracht is die heel breed gegaan is. We hebben dus ook die grafiek, hebben ze via ons gedaan, met Mathilde Geens dan. Maar ook bijvoorbeeld een mijnspel voor kinderen hebben we ontwikkeld. We hebben als soort curator met die kunstenaars gewerkt enzovoort. Dus dat was eigenlijk echt een... heel tof project. Dus dat is dat landschap, hoor, dat je zo een stuk of zeven andere mijnvestigingen ziet. Dus langs deze trap ga je naar boven, maar ga je dan ook terug naar beneden. En dan ga je terug naar het plateau en dan neem je eigenlijk de buitenkant. Dus wat je eigenlijk binnen naar boven gaat. Wat ook nog heel erg fascineert, is dat door het feit dat je eigenlijk in een gesloten stuk naar boven gaat en dat je eigenlijk in het traject dat je afgelegd hebt heel hard gedesoriënteerd zit, verwacht je eigenlijk dat je op het plein gaat toekomen, terwijl je eigenlijk op 15 meter toekomt. Dus in naar beneden gaan neem je de buitenkant. En dan kom je in opnieuw een nieuw element waarmee dat we de wandeling onder de grond rondgemaakt hebben, dat we er eigenlijk een loop van gemaakt of een lus van gemaakt hebben. Dat is de vijfhoekige tunnel. Opnieuw kernboringen en de diamantdraad. Het is een beetje de magie ontkrachten. Dat zijn dan de bekisting die ze gemaakt hebben voor die vijfhoekige tunnel. Dus die kon een stuk inkrimpen en dan verschoven worden. Inwerf. Wat heel tof is, dat er eigenlijk zo'n knik in zit. Dan een beetje verder hebben we een lichtsluis. Dat is eigenlijk een manier. Dus de tweede arm van die ventilatietunnels is een galerij. Of een galerie, waarin dat we eigenlijk voorstellen dat kunstenaars tijdelijke projecten kunnen maken, gerelateerd in de context. Of projecten die eigenlijk voor die plek gemaakt worden. Maar omdat dat een daglichtkoepel heeft, die plek, en dat de rest van de tunnels eigenlijk vrij duister zijn, hebben we door drie wanden hebben we eigenlijk in nachtbeglazing een soort lichtsluis gemaakt. Dus dat is een van de elementen die je op het plein ziet, is eigenlijk een lichtkoepel die inzicht geeft in die galerij. Dus hetgeen dat je vannacht ziet, is eigenlijk die glazen wanden van de lichtkoepel.
rechtsluis. En dus als het gebouwd is, is daar een geurinstallatie van Peter de Kuper. Stinkt een beetje. Voilà, en dan komt het terug op plein. Oh ja, ongeveer. Hè. Voilà. Goed. We hebben eigenlijk een stevige winter achter de rug. We hebben deze winter een viertal wedstrijden meegedaan, waaronder twee open oproeps. We hebben er één gewonnen, twee verloren en één is nog hangende, dus er is nog hoop. Wij gaan nu een voorstellen die we verloren hebben. Christian Kiekes is ons te snel af geweest. Op zich een zeer interessante opdracht die naar ons gevoel ons zeer hard ligt. Het is een crematoriumfunctie. En dan kom je terecht eigenlijk in de een soort van realiteit. Zijnde. Crematoria worden deze dagen verbannen naar industrieparken. Dus er is een plan opgesteld over gans Vlaanderen met een soort van verdeling. Per zoveel inwoners moet er een nieuw crematorium komen, waarbij dat er een herlokalisatie eigenlijk was en een capaciteitsverhoging te Zemst. Wij hebben daarop ingeschreven. Ik ga dat nu even toelichten. Dus eigenlijk van de rouwenden wordt verwacht dat zij hier doorrijden om dan uiteindelijk terecht te komen hier. En dat is de site. Eigenlijk is dat min of meer het einde van een industrieterrein. Het was wel, als je de aanloop vergeet, een mooie locatie. Het is eigenlijk gelegen op de rand van een natuurgebied. Maar het is toch wel even nadenken van hoe gaan we daarmee omgaan. Van ergens de romantiek die je daar als ontwerper aanhangt, of de dramagehalte. Van heel het ritueel eigenlijk, wat dat betekent voor een rouwende, dat er een nabije geliefde is gestorven en dat je dan eigenlijk door een industriepark moet rijden om naar een schoendoos te gaan, waarin dan de verwerking gebeurt. We zijn begonnen bij het begin. Eigenlijk, hoe kan je eigenlijk een crematorium opvatten op je terrein? Dat zijn drie modellen die je hier ziet. Het eerste is het spreidingsmodel, verdeel en heers. Het tweede is het compact, waarbij dat je alles min of meer in één gebouw steekt. Maar de parking hou je er wel uit. En dan het derde model, waarmee dat wij naar voren kwamen, was het kamermodel. Waarbij dat we een soort van conglomeraat van kamers maken, waarbij dat ook de natuur of het exterieur eigenlijk wordt geïncorporeerd in een kamer. Dus je krijgt eigenlijk verschillende binnenkamers die ook buitengebied zijn en ook de parking wordt opgenomen in het geheel. Daardoor zijn we verloren. Dat is een soort van historische referentie, het feit dat je alles organiseert binnen één hof. Dus het model dat ik daarnet liet zien, is eigenlijk een orthogonaal model. Dat op zich nog redelijk rationeel is, maar dat gezien zeer beperkte zitten. Als je daar een rechthoek in plant, dan krijg je direct een voor-, achter- en zijkant, waarbij het er eigenlijk geen overschot niet meer was. En dat je een zeer kritische inplanting kreeg van het gebouw. Dus dachten we, we gaan het vatten in een cirkel eigenlijk, het geheel in één beweging in het landschap. Wat toch wel een veel subtielere implanting tot gevolg had. Maar het probleem voor de bouwheer lag hem dus in het feit dat ook bijvoorbeeld de parking, dat alles gevat werd in één object, dat beperkt is in afmeting en dat een uitbreiding moeilijker wordt. Ja, dat je dan eigenlijk. Wij hadden zoiets een soort van stedelijk model, waarbij dat je inbreiding kan krijgen, dat je dan gewoon densifieert eigenlijk binnen je cirkel. Wij zouden daar minder voeling mee.
Dat zijn een aantal landschappelijke elementen waarmee dat we gewerkt hebben. Een soort van heuvel, ik ga ze niet allemaal opnoemen, maar eigenlijk hebben we enerzijds de cirkel, waarbinnen dat heel het programma gevat zat, en anderzijds hebben we een stukje van het programma, onder andere rechts, zijn een soort van kamers in het bos, waar dan gestrooid kan worden. Of bijvoorbeeld een doorbraak in het bos. Zij krijgen doorheen het industriegebied. Hier heb je een heuvel, waarbij dat je een soort van zacht perspectief eerst ontstaat van de wand die je hier ziet. Dan rij je door, voel je het volledige ding, maak je een bocht en rij je eigenlijk in op de parking. En het idee dat achter dat kamermodel zat, is dat je een zeer grote differentiatie hebt in verschillende soorten ruimtelijkheden. Een soort van barok plan. Waarbij dat de familie kan kiezen welk traject dat zij zouden kunnen afleggen. Dus eigenlijk is het een beetje zo, in een crematorium deze dagen heb je de zaal waar de liturgie, zal ik maar zeggen, de heidense liturgie wordt gehouden. En achter het katheder heb je dan een Vlaamse vlag, een Waalse vlag, een kruis, een tal van symbolen eigenlijk, die zowel religieus als non-religieus kunnen zijn, of een voetbalvlag. En al naar gelang wie dat sterft, wordt er eigenlijk gewoon een symbool aan een haakje gehangen vanachter. Hey, eigenlijk is het, voelt het zeer hol aan op een manier. Dus wij dachten dat te lijf te gaan met krachtige architectuur. Dat is hoe dat gebouw zich toont in het landschap. Dat is het plan. Ik kan niet het ganse plan eigenlijk toelichten, maar het komt erop neer is dat je eigenlijk bijvoorbeeld deze voorruimte hebt, die een kruisvorming ruimte hebt, of je kan ook deze. Je hebt eigenlijk altijd een soort van sas eigenlijk voordat je in de hoofdruimte binnengaat. En die kan dan verschillende ruimtelijke eigenschappen hebben, of bijvoorbeeld ook een buitenaula. Dus dat al naar gelang de familie je kan kiezen. En eigenlijk heb je dan aan de buitenkant van de cirkel heb je een soort van traject. Hier is de overruimte. Kan je zo, hier zit de kantoor. Kan je passeren hier op de cafetaria. En kan je dan terug naar buiten. Nu, ondanks het feit dat wij dachten dat we er veel meer rekening hadden gehouden, dat dat echt een machine eigenlijk is. Want je maakt enerzijds, ga je vooral als ontwerper uit wat een soort van uitgeschreven teksten gemaakt en zo, ook in samenwerking. Van het ritueel dat je doorloopt en de verschillende keuzes die daarin gemaakt kunnen worden. Maar anderzijds, eigenlijk het overgrote deel van het programma draait zeer anoniem en is eigenlijk gewoon zijn quasi-anonieme verbrandingen. En het zijn vooral die zeer efficiënt moeten verlopen. En ik denk dat we daar ook als ontwerper een klein beetje te weinig aandacht voor hebben gehad. Een aantal sneden. Ik denk ook budgetair gezien zaten we een beetje krap. Wat ook opvallend was, is dat een van de andere ontwerpers, Pascal Vlammer, had eigenlijk een zeer gelijkaardige zaal. Dus als je zo'n wedstrijden ontwerpt, dan valt het toch op een manier ook terug op voor de hand liggende keuzes. De buitenaula. Dit was eigenlijk de rondgang die aan de buitengrens van de cirkel zat. Het idee was dat je als je terugwandelt, dat je een zeer gesloten karakter hebt, maar dat je dan terugblikt, is dat eigenlijk een perspectief dat zich volledig opent naar het landschap toe dan. Nou, in deze richting wil je niet kijken. Uh,
Wat mij ook opvalt, is dat we eigenlijk geen woningen in onze lezing hebben gestoken. Misschien moeten we daar een andere keer op terugkomen. Een tafel daarentegen. We hebben, makkelijk 8 jaar geleden, gingen we een badkamer, een translucente badkamer maken in een grootschalig honingraadsysteem. We hebben daar proeven mee gedaan, van wc-rolletjes tot andere systemen. En eigenlijk omdat we op een bepaald moment op een kleinere schaal een stuk wand, dus eigenlijk moet je voorstellen dat het een doos van ongeveer 3 op 2 meter hoogte, zo'n grote lantaarn eigenlijk, om dan een klein deel van die wand uit te proberen, dachten we van als we iets van ongeveer 1 meter op 2 meter maken, kunnen we daar ook niet direct een functie aan geven, en dachten we laten we ons een tafel ervan maken. Dus dat is een mal. Dat is in hout en met polyurethaanlak in een aantal lagen heel glad gemaakt. Dus het is een honingraadsysteem dat translucent is, waarin dat elke stap die we in de productie doen, dat we daar heel hard moeten over nadenken, omdat alles zichtbaar is. Dus elke bewerking die je doet, heeft eigenlijk invloed op het resultaat. Het is een tafel die een dikte van ongeveer 5 centimeter in het midden, maar die loopt smaller naar 1,5 centimeter. En om eigenlijk die schuine overgang te maken, hebben we met een gloeidraadsysteem eigenlijk de honingraad afgeschuind. Dus dat is eigenlijk het kernmateriaal. Het kernmateriaal dat in de mal ligt, om een keer te passen of het wel juist is. En dan die mal wordt eigenlijk met een glasvezelversterkte polyesterlaminaat volledig gevuld. En dan komt die de honingraad daarin en dan opnieuw dat geheel wordt eigenlijk omgedraaid en terug in een vlakke mal gelegd. Dus er zijn een aantal beelden van hoe dat we die... Dus we worden eigenlijk aan die tafel poten die konden inklappen. Maar over elk detail van hoe dat we dat zouden versterken, dat dat niet zou afbreken, hoe dat we die schroefdaad erin steken enzovoort. Eigenlijk hebben we daar heel veel productontwikkeling op gedaan, met eigenlijk heel beperkte middelen. Dus we hebben met een soort van koppigheid ons beperkt tot de werkbak die we hadden met een schroevendraaier en een hamer. En proberen om eigenlijk heel low-tech toch zoiets te realiseren. Dus dat is het eerste... De eerste keer als we dat uit de mal trokken, toen woonden we nog samen in een huis. En daar hadden we een heel laag kelderkoop dat we net niet konden rechtstaan. En daar hadden we die mal gemaakt en daar hebben we eigenlijk die eerste tafel gemaakt. En wat dat ook iets is, dat we over die materialiteit of dat maken, dat is niet... Dus dat, het feit dat je dat zelf doet, is een fantastisch gegeven of iets waar we heel enthousiast over zijn. Maar ook de tussenmomenten in zo'n maakproces. En waar dat we eigenlijk even enthousiast zijn over een tussenfase of een expressie die bestaat in bijvoorbeeld die helixtrap die nog niet helemaal af is. Of zelfs maar een bekisting die ergens staat. Als we maar dingen maken. Het mooie van die tafel is dat ze bijna geen schaduw heeft, maar dat ze toch niet zo het kouden heeft van glas. Dus een zeer aangenaam materiaal. Het is 8 jaar geleden. Dus ook, qua duurzaamheid zouden we dat al anders moeten aanpakken eigenlijk. Het is een heel ambachtelijk. We krijgen vaak nog vragen van ja, kunnen we nog een tafel maken? Maar het is, eigenlijk zou het een bureau een week, was eigenlijk een maand moeten sluiten om een aantal tafels te maken. Dat zit er natuurlijk niet in. Eigenlijk hadden we die tafel dan 4 keer gemaakt om in Link, het kantoor in Gent, te zetten. Een afsluiterke.
Tijd voor een feestje. Dat is een discotheek dat wij in Rijssel hebben gedaan. De Magazine Club. Je moet daar zeker een keer gaan feesten. Eigenlijk zit een discotheek niet zo heel complex in elkaar. We gaan hier niet ingaan op de plannen, maar het komt erop neer dat je eigenlijk vooral een aantal verschillende sferen moet creëren, waarbij dat er een soort van hiërarchische verhouding tussen de mensen onderling ontstaat. En dat vooral de dansvloer een zeer centrale positie inneemt. Eigenlijk zijn we vertrokken van een zwarte doos, wat dat denk ik redelijk logisch is. De discotheek zit onder een school. Dus qua programma kwam dat zeer goed uit. Als iedereen ongeveer uitgefeest is, dan gaat de school terug open. Er zitten een paar eclectische details in. Dat vind ik, die moeten wel kunnen in een discotheek. Thuis. Het idee, een drager eigenlijk, is eigenlijk zeer weinig. Het is een centrale toog die aan alle kanten bedienbaar is. En voor de rest zit eigenlijk over het plafond een soort van raster. Dat enerzijds een schermen zijn van akoestische baffels voor een juiste geluidskwaliteit. En aan de onderzijde zijn daar ledstrips aan bevestigd die je op oneindig veel wijze kan programmeren. Rechts zie je de toog, links zit eigenlijk op een verhoog, zit VIP en een beetje verder. De DJ-set. En hier achteraan hebben wij een fumoir georganiseerd. Dus ook in Frankrijk is eigenlijk het roken verbannen uit publiek toegankelijke plaatsen. En dat moet gebeuren in een soort van aanklede damkap. Dus dat hebben we dan ook gedaan. Dat is de lounge. Dus eigenlijk een discotheek is vooral kijken en bekeken worden. Dat is de fumoir. Dus hier was de bedoeling dat dat een redelijk harde ruimte zou zijn, dat je niet te lang zou blijven hangen. En een soort van aquarium eigenlijk, van waaruit dat je dan naar de dansvloer kan kijken, maar ook dat je eigenlijk bekeken wordt. C'est ça. Dat was het.